Yajira de Nooijer, jullie hebben je op de laatste dag van de transfermarkt nog versterkt met Kemi Agustin. Een speler met de nodige ervaring. Ik kan me voorstellen dat jullie tevreden zijn dat jullie hem toch nog hebben kunnen strikken. Ja, tuurlijk, want dat hadden we wel nodig, zeker op middenveld. Hij traint natuurlijk al 2 weken mee. Nog even met Eindhoven bij geweest, Den Bosch kreeg nog een aanbieding van. Maar ook, we hebben hem gewoon de hele dag gebeld en hij heeft toch gekozen om hier te voetballen. Met name omdat hij vindt een goede groep, goed opgevangen en hij ziet wel potentie in deze spelersgroep. Is hij direct inzetbaar, eventueel in de wedstrijd tegen RKC? Ja, alle papieren zijn klaar, dus hij kan in principe gewoon spelen. En ben je er ook al een beetje uit hoe je wil gaan spelen in die wedstrijd tegen RKC? Nee, nog niet. We proberen alles uit. Chacon is terug. Nou, dat is natuurlijk ook alweer een goed nieuws voor ons. Dat hij alweer 2 volle dagen meetraint. Natuurlijk wel daarvoor al getraind, maar volledig met de groep. Nou ja, we hopen dat hij straks ook in ieder geval een minuut kan maken. Je hebt een jonge ploeg en hoe belangrijk is het dan om zo'n ervaren speler te hebben die overal heeft gezeten en onder meer bij AZ kampioen is geworden? Ja, natuurlijk zeer belangrijk, hè? Maar ook voor een trainer. Ik bedoel, het is toch een verlengstuk ook naar ons toe. En hij kan ook tussen de spelers ook wat de nodige bijbrengen. Zeker in situaties wat straks wat lastig wordt of juist dat het goed gaat dat we moeten temperen. Dus dat gaat voor ons wel enorm helpen. En dan zei ik het al, RKC. Peter van den Berg is daar de trainer. Daar heb je nog samen mee gevoetbald bij Feyenoord. Goed weerzien? Ja, maar oké, wel vaker zien. We hebben natuurlijk de eerste in de oefencampagne ook gespeeld tegen RKC. 1-0 verloren. Maar als je nu ziet, dan staat een heel ander elftal al. Dus ja, we hebben eindelijk de selectie compleet. 25 man. En er zullen misschien een aantal nog teruggaan naar de belofte. Van de beloftespelers. Maar oké, je ziet dat we. En niemand is geblesseerd meer. En dat is ook wel een voordeel. Dus het lijkt me lekker, juist keuzes maken. Ja, en dat is voor mij niet zo moeilijk. Ik stel gewoon de spelers op die alles geven, 100% doen. Hun best doen en waar ik denk dat ik ze nodig heb. Maar ik ga niet schuiven met positie, dat ga ik niet doen. Is jullie selectie rond? Want in het verleden hebben we gezien dat juist vaak na 1 september... dat jullie dan pas zaken deden met spelers die dan geen contract op dat moment hadden. Gaat dat dit jaar ook gebeuren of zeg je van, we hebben spelers zat, eigenlijk hebben we niemand meer nodig? Nou ja, voorlopig hebben we niemand nodig. We hebben met z'n allen besloten, dit is, of er moet echt iemand komen die ons zo goed kan versterken. Ja, dat is wat anders, maar voorlopig is het klaar. En je moet ook rust brengen in de selectie, want als elke keer als een speler bijkomt, dat betekent ook concurrentie. En natuurlijk moet je genoeg concurrentie hebben, maar te veel is ook niet goed. Dus, we hebben nu gewoon tot de winst op deze selectie en daar gaan we genoeg punten mee halen. Even over concurrentie gesproken, jullie keeper, Antman, die heeft afgelopen zaterdag nog op de bank gezeten, of vrijdag, met de wedstrijd tussen Israël en Italië. Hoe staat hij ervoor? Prima. Hij is vandaag teruggekomen, tenminste gisteravond. Hij wordt eerst nu weer op veld. Dus ja, dit doet hij. Ook alles geregeld, al papieren. Hij heeft zich gezetteld hier zo. Dus, ja, en dit is gewoon, hij moet de concurrentie aangaan met Tim. Oké, voorlopig als Tim dit zo vol blijft houden, dan zal Tim niet snel van de kool verdwijnen. Dus hij is niet beoogd als basisspeler gehaald, de keeper? Nee, want ik heb Tim gezegd dat hij mijn eerste keeper is. En ik heb tegen Nif gezegd dat hij mijn tweede keeper is. Dus heel duidelijk. Alleen als Tim geblesseerd raakt of uit vorm is, dan gaat hij keepen.